Dienstverlening. Ja, dat is zo'n thema waar we allemaal mee bezig zijn als overheid. In mijn vorige rol als gemeentesecretaris van Eindhoven startten wij het project Graag Gedaan. Daarmee probeerden we het nog makkelijker, nog sneller voor de burgers te maken en keken we naar concepten die ook door de markt gebruikt worden. Ik weet dat Nanette van de gemeente Molenwaard ook zich erg interesseert in het thema dienstverlening. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Hey, goedemorgen. Dat is leuk. Mijn pakketje. Lekker zo snel. Dat zou de overheid eigenlijk ook moeten doen. Gisteren besteld, vandaag al in huis. We moeten ons echt als overheid afvragen of het nodig is dat wij al die ontzettend trage tussenstappen gaan zetten. Dienstverlening in de toekomst. Ik weet ook niet wat de toekomst brengt. 2025 lijkt ver weg, maar is ook dichtbij. Misschien is het wel zo dat we al heel snel gewoon met onze vingerafdruk op onze iPhone het paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen. Dat scheelt enorm veel tijd voor de aanvrager en voor de gemeente. Heel veel tussenstappen zijn dan niet meer nodig. Als je het hebt over dienstverlening in de toekomst, dan neem ik je graag mee in onze eigen gemeente Molenwaard, waar we al aan het experimenteren zijn met andere vormen van dienstverlening. Gaan jullie mee een kijkje nemen? We zijn al anderhalve eeuw een overheid die bepaalt. Maar draai dat nou eens om. Waarom zou je als overheid alles moeten bedenken? Kijk naar deze straat. Dit is door inwoners zelf bedacht. We zijn hier met een wit vel papier naartoe gegaan. En we hebben aan de inwoners gevraagd, wat vinden jullie nou een fijne inrichting hier? Hier hebben de mensen geen stoep nodig. Hier wilden ze liever parkeerplaatsen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar dat mag helemaal niet volgens de regels. Maar wij hebben gezegd, als de inwoners dat nou plezierig vinden en ze denken zelf dat het een veilige situatie is, zo, dan kan dat. Wij vinden het alleen een vooruitgang. Niemand liep er over de stoep heen, iedereen liep al over de weg en de auto's hebben nu meer ruimte. Dus voor ons is het alleen maar een vooruitgang. Het is veel mooier geworden dan dat het ooit geweest is. Ik kan niet anders zeggen. Wat dat voor de overheid betekent, is dat je niet blijft hangen in regels en procedures. Natuurlijk hebben die hun waarde. Maar op het moment dat ze geen waarde hebben, moet je ze ook durven loslaten. Niet achteraf zeggen, oh, hadden we het toch maar. En ook denk, als een keer iets fout gaat, ja, dan gaat het fout. Maar dat herstellen we later weer. We zijn in Molenwaard een pop-up gemeente. Hier bijvoorbeeld heb je een aanvraaglocatie in de vorm van een buurthuis. Hier kunnen mensen hun paspoort en hun rijbewijs aanvragen. Lekker dicht bij huis. We hebben voor de dienstverlening geredeneerd vanuit wat inwoners willen en wat voor hen mogelijk is. En we hebben niet geredeneerd vanuit de mogelijkheden of de onmogelijkheden van de gemeente zelf. Dat is echt een andere basishouding. En dat proberen we ook te doen bij initiatieven en ideeën die de bewoners hebben. Eens in de twee weken is dit buurthuis een aanvraaglocatie. En aan deze tafel worden dan de paspoorten en de rijbewijzen aangevraagd. Dat is persoonlijk contact met onze inwoners. En we merken dat we zijn een hele digitale gemeente, maar dat persoonlijk contact ontzettend belangrijk is. Eigenlijk gaat het dan om inlevingsvermogen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je het over het begrip hostmanship. Iets waarbij je verder gaat dan alleen maar de normale overheid-inwonerrelatie. Dat hostmanship, dat is een heel mooi woord, maar hoe doe je dat nou? Ik zeg wel eens heel simpel, je bent zelf ook inwoner. Hoe zou je nou zelf behandeld willen worden? Als je daarvan uitgaat en als je die intrinsieke houding hebt, dan kom je al een heel stuk verder. Echt persoonlijk contact, dat wordt de opgave voor de gemeente van de toekomst. Digitaal, dat gaat allemaal wel lukken. En juist dat persoonlijke contact, waarbij je je echt inleeft in wat inwoners belangrijk vinden, daar gaat het om. Dat heet dan dienstbaarheid. Straks is dienstverlening misschien ook heel iets anders. Straks wordt mijn vuil niet meer opgehaald omdat ik een biovergistingsinstallatie achter in mijn tuin heb staan. Dan heb ik die gemeente steeds minder nodig. Maar als ik als inwoner die gemeente nodig heb, dan moet de overheid mij ook wel echt kunnen vinden en begrijpen waar ik het over heb. Om die andere overheid te kunnen zijn die we zo graag willen zijn, dat vraagt ook iets van je als organisatie. Zoals jullie weten hebben wij geen gemeentehuis. En dat maakt dat iedereen kan werken wanneer en waar hij wil. Die vrijheid die dat de medewerkers biedt, dat zorgt ervoor dat ze heel veel vertrouwen hebben. Dat ze heel veel verantwoordelijkheid tonen. En waar ik 100% vraag van mensen, krijg ik 150 of 200%. Onze manier van werken vraagt ook een totaal andere houding van managers en van bestuurders. Het vergt eigenlijk van allebei de groepen loslaten. Als leidinggevende ben je ook niet meer een klassieke leidinggevende, maar ben je meer een begeleider. En probeer nu op je handen te zitten. Dat zeg ik wel eens, ook tegen mezelf. Want het gaat erom dat mensen zelf hun oplossingen gaan bedenken. En dat doen ze ook en dat vinden ze veel leuker. Dan voelen ze zich ook van meer toegevoegde waarde.
Sterker nog, dan zijn ze van meer toegevoegde waarde. Ons gemeentebestuur hebben, zoals iedereen hier, ook geen kamer. De burgemeester heeft geen eigen kamer, ik heb geen eigen kamer. Dus je moet ook een beetje wars zijn van status. Wij zeggen wel eens, gezag uitstralen is goed en status dat schept afstand. En dat willen we niet, want we willen een gemeente zijn die heel dicht bij zijn inwoners staat. En over mijn eigen rol te spreken, ik heb wel eens gevraagd, waarom gaan we die functie van gemeentesecretaris niet afschaffen? Ja, zeggen mensen, dat staat in de wet. Ik zeg, ja, maar hoor eens even, die wet, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat ook ik toegevoegd waarde heb. Ik zou iedereen willen oproepen om voor op de golf te blijven. Om steeds te blijven nadenken over een betere dienstverlening. En leer daarbij vooral van bedrijven. Wat Coolblue kan, kunnen wij als gemeente ook, als we maar willen. Maar dat betekent wel dat we fouten moeten durven te maken. En eigenlijk steeds betere fouten gaan maken, want dan komen we pas verder. En als het gaat om onze medewerkers, de mensen die in onze gemeente werken, ja, geef de mensen vrijheid. Dan worden ze vanzelf flexibel. Dan raken ze vanzelf meer verbonden met de samenleving. En daar gaat het uiteindelijk om. Want dan kunnen we zorgen voor een betere dienstverlening. Dat is een interessant verhaal van de gemeente Molenwaard. Ik zie dat Nanette met haar mensen heel erg probeert om aan te sluiten bij de behoeften van burgers. En ze zegt ook van, ik vind dat we voor op de golf moeten blijven. Ik ben dat heel erg met haar eens, maar ik denk echt dat die golf veel verder is als waar wij zijn. In deze disruptieve, exponentiële wereld moeten wij volgens mij sneller als overheid. En ik denk dat burgers van ons mogen verwachten dat we dat ook doen. En wat mij betreft, ik ben ervan overtuigd dat de vragen of de antwoorden op onze vragen eigenlijk in de samenleving liggen. Er zijn zoveel mensen met zoveel talenten. En onze vraagstukken zijn misschien af en toe wel complex. Maar als we mensen creatief met elkaar verbinden, dan denk ik dat wij het zelf niet hoeven te bedenken, maar dat echt de oplossing uit de samenleving zelf zou kunnen komen. Dus ja, we moeten er naartoe. Nee, sterker nog, we mogen zelf niet meer bedenken wat mij betreft. Het mag radicaler. Radicaler met mensen naar oplossingen zoeken voor onze thema's.